de IJssel naar zo'n stadion. En die krijgen dan een wedstrijd voorgeschoteld. Nou, echt Wilfred. Maar hoeveel maanden blijft in dan? Ik ben toch even benieuwd wat je daarvan vond. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik ben best vaak kritisch op hem, maar hij viel dit keer goed in. Hij was rustig aan de bal. Hij ging op het juiste moment mee naar voren. Hij werd een paar keer goed ingespeeld. Had een paar Ben je dit nou of niet? Nee. hij had een paar hele goede voorzetten. Hij had een paar hele goede voorzetten. Kijk, dit is de eerste. Ik vond deze voorzet niet slecht. Die vond ik niet slecht. En die mensen fluiten dus al lang niet meer hierom, hè? Dit hebben ze al op de koop toegenomen. Als die Manolev gaat, dan zeggen ze, jongens, kom maar terug. Weet je, dat, maar hij had nog één moment, weet je. Ik heb ook wel eens met Manolevje dat ik bij mezelf denk van... Weet je, kwam die nou van rechts? Of is het die andere zijn schuld, weet je wat? Want kijk, dat was dit moment, dan zo'n botsing. Kijk. Godverdomme, ja, weet je, wie had er nou voorrang? Ik weet het ook niet. Hij kwam van rechts, volgens mij. Hij kwam van rechts, ja. Nou ja, dan, daarom zei ik, die jongen van Heracles had eigenlijk uit de weg moeten gaan, vind ik, in dit geval. Ja, als Manolev er zo aankomt. Nee, ik vind als Manolev er aankomt, dan moet je er niet voor gaan staan. Nee, maar dit, echt, ik zweer het je. Kijk, we kunnen er wel om lachen, maar het was echt een afschuwelijk weekend. Het is echt, weet je, ook voor trainers, weet je. Ik bedoel, die Fred zegt nog van, ja, we hebben een drukke week achter de rug. Preud'homme is blij met zijn 3 punten. Jol zegt, we haken nog steeds aan. Ja, Mario zegt, ze zijn jong. Ja. Dus dat blijkt, als je jong bent, mag je hem uitschieten. En dan mag je hem ook aan de tegenstander geven wanneer je er zin in hebt. Maar, weet je, het wordt wel tijd dat als we hier goed naar kijken, dat we hier wel iets aan gaan doen, hoor. Ja, krijgen we het wel vol, die anderhalf uur, of? Ja. Ja, nou ja. Ja? Ja, ik heb geen flauw idee. Ja, als je het zolang je het daar niet over hebt, gaat prima. Ja, nou, laten we dan een beetje nieuws over van Johan dan maar, denk ik, hè? Ja, René gaat niet meer naar de verjaardag van Fred Rutte. Maar ik ben bang na dit nieuwtje dat René ook niet meer op mijn verjaardag komt. Want AC Milan heeft interesse getoond voor Manolev. Nou, ja. Het volgende is aan de hand. Tijdens de Interland Bulgarije-Engeland zaten er dus scouts van AC Milan op de tribune. Die zijn geweldig onder de indruk geraakt. En ze volgen hem op de voet. Want ze wilden als eerste keus van de wiel hebben. Maar die is te duur. Ja. En nu hebben ze hun interesse verlegd naar Manolev. Dus ik hoop dat dit niet op de Rai in Italië uitgezonden wordt. Maar wat hebben die scouts die avond ervoor zitten doen dan? Ik heb geen idee. Misschien dat ze Soho in geweest zijn. Nee, maar dat is hetzelfde voor scouts die interesse hebben in Castaños. Ik bedoel, als je die jongen toch de laatste weken volgt, dan kan je het niet serieus nemen. Nee, dat klopt. Het schijnt dat Capello getipt heeft ook, krijg ik nu door. Dat hij daar ook wat mee te maken heeft. Kijk, tijdens de wedstrijd Bulgarije-Engeland. Dus ja, Capello die zat daar op de bank. Dus die zal misschien die tip gegeven hebben. En die heeft tijdens het WK bewezen dat hij er heel veel kijk op heeft. Ja, dus, ja. En Mark